Je wil met Midjourney aan de slag, de AI-tool waarmee je prachtige plaatjes, foto's, afbeeldingen kan maken. En je denkt, hey, daar begin ik even aan en dat is super makkelijk, alleen het bleek toch net even iets tegen te vallen. In deze video leg ik je uit welke stappen je moet zetten om met Midjourney te gaan starten. En ik leg je ook uit in ieder geval de eerste basic beginnersstapjes die je kan zetten om de meest prachtige plaatjes tevoorschijn te toveren. En dat begint om Midjourney te kunnen gebruiken, heb je Discord nodig. En dat is de eerste stap die we gaan zetten. We gaan naar discord.com en daar maak je een account aan. Dat kun je hier rechtsboven, daar staat login. Ik ben er al in, maar als je dan hier als eerste keer komt, dan staat er login. En dan kun je in plaats van in te loggen, kun je zeggen ik ben nieuw. En dan maak je een nieuw account aan, dan registreer je jezelf. En dan zit je in Discord. Ik kan heel technisch gaan uitleggen wat Discord allemaal betekent en wat het nou precies is. Maar dan moet je dat vooral even googlen. Voor nu is het relevant om te weten dat je Discord nodig hebt om Midjourney te gebruiken. Heb je dit gedaan, raad ik je aan om de app te downloaden. In dit geval, ik zit op een Mac, heb ik dat gedaan omdat het daar gewoon heel prettig werkt. Heb je dat gedaan, heb je die app gedownload, dan kom je in deze omgeving terecht. Ik heb hier Midjourney nu al staan, hier linksboven zie je dat. Maar als jij voor de eerste keer binnenkomt, dan heb je dat nog niet. En dan zou ik zeggen, ga naar deze knop, dat is denk ik het makkelijkst om er te komen. Explore Public Servers. Discord is een soort platform, daar draai je servers op en dat Midjourney is een server. Dus om Midjourney te gebruiken, moet je die server connecten. Nou, wat doe je? Je klikt Explore Public Servers. En of je googelt hem, of je zoekt hem hier even op. Maar in mijn geval zie ik hem hier al staan. En klik je daar dan op, dan zeg je ik wil joinen. En dan verschijnt hij hier links. En dan heb je Midjourney in Discord draaien. Hoe kun je er dan mee aan de slag? Nou, dat is eigenlijk ook niet zo ingewikkeld. Al ziet het er, als je hier zo kijkt, best ingewikkeld uit. Als je in Midjourney komt, dan zie je meteen de meest prachtige dingetjes. Want waar het op neerkomt is, je komt trouwens zo binnen. Dan denk je van, ja, weet je, hoe zit dit allemaal? Maar hier gaat het om. Die newcomer rooms. Want net zoals ik eigenlijk, ben jij ook een newcomer en jij wil gewoon aan de slag om, zeg maar, een soort van fase 1, om mooie plaatjes te maken. Je gaat naar een van deze rooms toe. Het maakt eigenlijk niet uit welke je kiest. En dan kom je in een soort timeline waar iedereen aan de slag is, net zoals jij. Dus je kan hier alleen al voor inspiratie kun je hier doorheen lopen. Want laten we maar eens even rustig kijken wat voor gave dingen hier allemaal te zien zijn. Veel belangrijker is, je wil er zelf mee aan de slag. Niet plaatjes kijken van anderen, maar je wil er zelf mee aan de slag. Nou, hoe gaat dat nou in zijn werk? Hieronder zie jij een tekstbar en daarin ga je eigenlijk een commando, wat ze noemen een prompt, geven om plaatjes te maken. Dat doe je door middel van deze slash, backslash. Ik weet eigenlijk nooit precies wat die betekent, hoe je dat uitspreekt. Ik haal het altijd door elkaar. En dan gebruik je de imagine prompt. Nou, in de imagine, op het moment dat je het intypt, zie je hem hier al verschijnen. Je klikt erop. En vanaf dat moment kun jij je eigen prompt geven. Nou, in dit geval bijvoorbeeld Amsterdam by sunset on a summer evening. Enter. En nu gaat hij aan de slag. En in de meeste gevallen duurt het een paar, weet ik veel, 10, 20, 30 seconden, zoiets. Wat wel even van belang is, ik ben daar zelf nog niet helemaal uit. Dat moet makkelijker kunnen, maar als je hier in die timeline, je zit dus gewoon in die publieke timeline. En voor je het weet ben je weer kwijt van, hey, waar is nou mijn opdracht en waar zijn mijn plaatjes? Nou, dan moet je gewoon weer naar boven scrollen. En daar moet een makkelijker manier voor zijn. Dus degene die dat weten, graag in de comments aanleveren. Ik kom er zelf ook wel achter, maar daar heb ik nog geen tijd voor gehad. En dan gaan we kijken. En je ziet het namelijk doordat de balk een andere kleur heeft. Hier hebben we hem. Amsterdam by sunset in a summer evening. En we klikken erop. En dit is het prachtige resultaat. Zeg nou zelf. Ik bedoel, dit is toch werkelijk geweldig. Twee dingen nog die ik je wil uitleggen waar je mee aan de slag kan. Zeg maar om die eerste fase te gaan doen.
Dat is, als je dit plaatje hebt gemaakt, dan krijg je 4 plaatjes. Dan kun je upscalen, oftewel een gedetailleerdere versie ervan laten maken. Of je kan variaties vragen. Dus stel, ik vind bijvoorbeeld die 4e met die fietsen, die vind ik wel super tof. Dan zeg ik, daar wil ik graag een paar variaties op. Dan zeg je V4, klik. En eigenlijk geef je dan weer een prompt. Dus eigenlijk geef je dan weer een nieuwe opdracht die vanzelf weer gaat uitvoeren. Dus je wacht weer even en je gaat weer door die timeline heen en weer scrollen om te vinden waar die dan is. Daar is hij. En hier heeft hij een aantal variaties gemaakt op dat eerste thema. Dit is eigenlijk de kern. Dus je gaat naar discord.com, daar maak je een account aan, download de app van Discord of gebruik de webbrowser voor Discord, maar ik gebruik de app het liefst. Connect naar de server van Midjourney en gebruik dan het commando Imagine om prachtige plaatjes te maken. Ik hoop dat ik je hiermee een beetje verder heb kunnen helpen en dat je aan de slag kan zelf met Midjourney. Ik vind het werkelijk waanzinnig inspirerend. Ik heb geen idee wat de toekomst zal brengen als we ChatGPT hebben en we hebben dit soort tools. Wat betekent dit voor jou als ondernemer of als professional? Ik ben heel benieuwd naar jouw mening. Laat het weten in de comments. Als je toffe plaatjes hebt gemaakt, laat het ook weten in de comments. En hier tot slot nog een paar prachtige plaatjes die ik voorbij zag komen hier op de server van Midjourney. Voor nu dankjewel voor het kijken. Hoi! We'll be right back.